Een zeer goedemorgen. Het is weer al stralend weer. We gaan er weer een leuke dag van maken. En ik ga kijken welke beelden ik vandaag weer kan schieten voor jullie. Vergeet zeker al geen likes achter te laten. En abonneer je zeker op mijn channel. En ik zal zeggen, enjoy the leuke vlog van vandaag. Vlog nummer vrijdag, zaterdag, zondag. Vlog nummer 3 al. Het gaat toch wel redelijk snel. Vlog nummer 2, die wordt vandaag nog gemaakt. Ik heb dus nog wel nog beelden kunnen schieten. Gisteren nog mooie beelden. Maar ik hoop dat jullie die al hebben, mooi hebben kunnen liken en ervan genoten hebben. Ja, ik ben dus nu begonnen met het maken van de vlog van gisteren. Het was maar een hele korte vlog, dus ik heb alleen maar naar de onweters gegaan en naar mijn vrienden. Ik ga nu een lekker ontbijtje doen. Dat moet ook gebeuren. Ik ga wel mijn gsm meenemen. En dan zijn we ook alweer al meteen. Bij jullie is het altijd zo klik en jullie hebben de volgende beelden al bij mij. Dan een ganse dag duren voor te kunnen filmen. Maar ja, niks. Ik doe het allemaal voor jullie. Ah ja, by the way, je werd ook een vraag gesteld op YouTube. Ik ga die even erbij nemen. Gaat jij... Wacht, daar hier. En die komt van... Oxio is back. Ga je iets speciaals doen bij 200 abonnees? Doe zo verder. Ik heb daarop geantwoord. Ik ga een prijspakket samenstellen. Met daarin... 7 games, Steam games. En een Apple of een Google kaart van de waarde van 25 euro. Kijk, wij geven dus een prijspakketje van 88,70 euro. Als dat niet mooi is. Dus zeker blijven abonneren. Dan gaan dan bij de 500ste abonnee, dat is nu gewoon bij de 200ste. Maar bij de 500ste geven kiezen wij de 1000ste, 1500, 2000 enzovoort enzovoort. Maar ja, eerst op naar de 200. Dan kan ik weer al een hele leuke giveaway doen. En ja, ik zal zeggen, ik blijf ervan genieten. Ik blijf elke dag nu vloggen. Het is mij al goed aan het lukken. Het is al vlog nummer 3. Gisteren was het warm. Ik dacht, oh, ik heb geen beelden kunnen schieten voor mijn vlog. Maar toch, s'avonds zou nog op pad kunnen gaan. Wat ik kan vloggen. Voor jullie. Dus tot zometeen komen. Ik ga nu lekker ontbijten. Holy yeah. Een lekkere Simpsonworst, chocomelk, Nutella, melk voor chocomelk te maken. En dat is mijn bestek wat ik nodig heb. En dan wat boter en sandwichje. Dit gaat me echt lekker smaken. Tot zover. Want ik ga het ook niet filmen als ik er heel aan het eten ben. Ja, ik ben dus weer ook nog een gaming movie dus aan het opnemen. Day of the Feed Source. En ik heb ook nog hoogstwaarschijnlijk nog zelfs uit de kerns, maar dat kan ook nog altijd wel veranderen. Dus we moeten nog wel zien. Ik wil laten tonen van de Alke kermis. Ook waar ook de Pokémon stops zijn. Ja, en zo kom ik weer al terug naar huis. Dus dan hebben jullie dit ook alweer gezien, ook weer al in mijn episode. Dan is toch ook weer iets te beleven in mijn episode. Mijn gsm mag ik sowieso niet vergeten. En mijn sleutels. Ja, die zie ik ook al liggen. Dus we gaan er eens weer al tegenaan. Check out. Juist aan een pokestop hier terechtkomen. Dat is daar. De waterput. Hier zit meestal veel volk. Meestal. Dus nu niet. Zo gaan we dus nu ook naar de tweede pokestop. Dat is dus... die zit echt heel dichtbij bij ons. Het kapel. Die je daar zo ziet. Ah ja, en ik heb dus ook in een Pokémon hunting tocht dus georganiseerd onder Psycho TV. Dat is allemaal goed verlopen. Ja, en dan hebben ze wel iets op de kerkhoven gehangen. Dat wil ik je ook wel laten zien. Yes. En ik vind dat eigenlijk helemaal juist. Voilà. Nu gaan we nog gewoon naar de Holy Moly. Dit is ook nog een pokestop, dus de Holy Moly.
Voilà. En nu gaan we eens richting de kermis. Moet ook kunnen. Zeggen, de kermis is nog wel gesloten, dus we gaan ook nog zo door naar de Alk. Dus ik ga ook nog alles laten zien wat hier in Alken. We staan nu op de kermis. Dus dat is onze kermis van Alken, dus niet zoveel. Een schietkraam, ik weet niet wat dat is. Een visserspel. Een draaimolen voor de kleintjes. Vliegmolen voor de kleintjes. Ik weet ook niet wat dat is vanachter. Een casino. Een rups. En de botsauto's voor, jawel, voor ons, voor de ouderen. Dus nu gaan we zo door naar de Alk. Dat laat ik ook nog alles zien, wat daar allemaal te beleven valt. Ja, dit is nu de Alk. Deze keer zit ik niet langs daar bij die draad, maar wel echt in de Alk. Dus hier heb je het fietspark. Dat speeltuin voor de kinderen. Uit Waterhoogthoven. Dit is hier van de gemeente. Wat een lekker zonnetje. En hier nog pas nu speeltuin gekregen ook. Ja, deze past deze zomer van de gemeente. Ze hebben de Alken wat beter aangekleed. Ze hebben ook weer al nieuw zand. Moeten wij omwille van hier was ook vroeger overstroming in het begin van de zomervakantie. En we hebben ook fonteintjes. We hebben dus de kinderen kunnen spelen. Ja. Dan heb je hier nog de golfbaan. Ja, ja. Daar heb je dan nog de tennisvelden. Ginder heb je nog de skatepark. Dit is de sporthal. Ja, daar spannen dus voor de sporthal, daar spannen dus redelijk wat Pokémon. En dan hebben we hier, ja ja, het is toch wel een redelijk grote park, is het toch hoor. Dat is voor ons ook eens een rustige wandeling te maken in het zonnetje. Oh, zalig. Het is niet meer zo warm als gisteren en eergisteren, daar ben ik ook al heel blij om. En mijn arm begint al pijn te doen om te filmen. Ziet, hier hebben we dan onze roeiboeite. Maar het water, oh, daar zal ik altijd dus niet in willen vallen. Maar wel een mooie eilandje. Ja. Dan hebben we ginder nog een visvijver. Dus ook aan de sportliefhebbers wordt ook gedacht. Niet alleen hier hebben we een tennisvelden. De skatepark. Dus dat is allemaal goed voor de sport. Dan heb je nog ginder. Je ziet het hier, de atletiekpiste. Ja, ja. Voilà, dan hebben jullie ook eens de Alkes gezien. Waar ik dus ook woon, dus de speeltuin en al. Ja. Kijken we dus ertoe. Ik ga nog kijken wat ik nog vandaag nog allemaal kan doen. Het is zondag, het is niet zoveel. En ik heb een goeie dag gezegd tegen iemand van de botsauto's, denk ik. Knikte zo en die knikte terug. Dat is altijd leuk, hè. Dan heb ik hier ook nog een pitazaak. Dan nog daar nog een café. Ginder nog een café. Dan daar nog. Ginder nog een café. We hebben drie cafés heel dichtbij. Oei oei, het begint weer al goed te waaien. Maar dat is een lekker verfrissende wind voor de voorbije dagen. Maar ook weer heel gevaarlijk voor ziek te worden. Dus, ja. Ik ga kijken, ik kan nog even Pokémon's doen. Kijken wat ik ook nog kan doen. Dus, ja, hier heb je nu dus ook nog een terrasje. En hier staat een terrasje. En nu ga ik terug richting de waterput. Dus kijken als daar Pokémon's zijn. Ik hoop van wel. Dus kijken als er een deur is aangestoken. Nee, eerst eens kijken als er iemand mijn tekst heeft gezien. Nee, weer al twee frituren in de buurt. Dus nee, ze heeft mijn tekst ook nog altijd niet gezien.
kan altijd gebeuren. Dus dan gaan we nog wat verder Pokémon spelen. Voilà. En het laantje, dat is dus het schooltje wat je hier ziet. Die hebben ook al borden uitgeplaatst voor het nieuwe schooljaar. Dat komt er ook nog allemaal dichtbij. Dat is ook mijn werk, komt ook nog dichterbij. Ik hoop dat ik snel aansluiting krijg, want ik zit al aan de holy moly. En dan ja, wil ik toch wat pokeballs zien te vangen. Op 10, wacht, startdag 10 september. Dat is ook wel redelijk laat, hè? Startdag hier, Giromesjes, Mikado 3 september. Oh ja. Nee. Dus ik ga dus nu terug richting... Ah, staat het nu juist wel op. Voilà. Wat pokeballs vangen. Kijk welke kleur dat de gym is. De gym is kleur. Ik moet niet naar de holy moly terug gaan. Ik wil weten wat de gym kleur is. Oh, een rood met een Snorlax. Ik zeg het u, er zit toch zoveel Snorlax en ze zeggen toch dat het zeldzaam is. Hup, zat er weer wat pokeballs en een reviver voor Pokémon terug tot leven te wekken. En nu zijn we terug aan de waterput beland. Voilà. Dan ga ik ook nog even pokeballs opdraaien. Voilà. Dat is weer gedaan. En nu weer al even onderhuis. Ik heb nu ook laten zien waar ook hier in Alk toch wat redelijk andere Pokémon's spawnen. Dat alleen maar Rattata's, Pidgeys, Pidgeotto's. Dus hier is ook allemaal komen. Ook een schoon pleintje. Dit is de gemeentehuis waar ik just voorbij wandelde. Dus, dan hebben we hier dus de kind en gezin. Dit is een leegstaand gebouw. En dan hebben we de politie. Dus de politie kan zich nu gaan uitbreiden. Voor ons veiligheid nog altijd. Ja, Zakken TV is ook in contact al gekomen met de politie. Dus hier, op deze spot en deze straat en langs daar, daar spannen regelmatig andere Pokémon's dan alleen maar Pidgeys, Rattatas, Pidgeotto's. Dat is heel veel spannen. En Weedles. Weedles heb ik vergeten te vertellen over die Pokémon's. Hier voor mij zie je de gemeentehuis. De gemeentehuis is hier uit de gym. Toen ik het opnam, was de gym rood met een Snorlax erin. Dus nu gaan we ook op naar de bibliotheek en de kinderopvang van Alken. Dus dan hebben jullie dat ook weer al gezien. Wat Alken allemaal te bieden heeft. Alken is echt een hele mooie dorpje. Dus dat jullie dat ook weer al weten. En straks is er ook weer al kermis, maar ik denk niet dat we dat gaan meemaken. Ik denk dat we zelfs gaan zwemmen. Ja, ik geef een Alken. Het is ook gesloten. Weer met tjaka, met dit. Dus dan ja, dan heb ik hier. Ja, het is toch zonde. Het is hier. Je ziet het wat we allemaal hebben. Bibliotheek, OCMW, Dienstcentrum, de Kouter, het kinderopvang van de Molentje. Het ziet er toch echt fantastisch uit. Een mooi gebouw, hè? En dan ja, daar hebben we dan zo te boven. En de kinderen hebben ook nog iets heel schoons gemaakt. Dat wilde ik jullie ook tonen. Dat is wat de kinderen zelf hebben gemaakt. Ik vind het echt fantastisch mooi. Ik hou jullie nog even in de spanning. Oh, dat zit zelfs nog de Olympische Spelen of. Ja, tadaam. Toch schoon, hè. En ik hoop dat dat voor eeuwig hier blijft staan. Voor eeuwigheid.
Oh. Het is schoon, hè. En het is van... Oh. Het zal ook nog niet zo zwaar geweest zijn om dat hier neer te zetten. Dan hebben we hier ook nog een hele mooi bos. Ja, een veldje met bloemen. Puur voor de natuur, dus ook voor de beesten en al. Hebben we dan hier nog iets schoons? Nee. Dus dit is waar van Alke. Dus achter die bomen, daar hebben wij dus het wonderwijs. Dus van eerste kleuterklasje tot de zesde leerjaar. En dan hoop je dat je dan slaagt, dat je dan over mocht gaan naar, ja, naar een middelbare. Ik ben daar tot, daar ben ik dus ook naar school geweest, dus tot mijn derde middelbaar. Het is toch wel altijd raar om je kleuterschool, jeugdschool, altijd terug te zien. En ook de vlaggen zijn hier al lekker van het voetbal. Zalig windje buiten. Dan kijk ik hem weer al verder. Tot mee terug naar mijn jeugd. Dus ik ga ook mijn jeugdschool laten zien, waar ik vroeger zat. Dit is al een klein stukje daarvan. Echt. Hier heb ik heel lang ook gezeten. Dat vind ik wel jammer. Dat daar een vierkant is uitgesneden. Maar zit hier ook een heel schoon bordje onderwijs. Dus dit is hier een ingang voor naar school te gaan. Dan gaan we naar de volgende ingang. Dus het is ook weer al heel eventjes wandelen. Dus we hebben hier ook nog een heel schoon park. Dus alle kunnen ze ook wel groen. En we gaan ook nog de storm van begin zomervakantie. Hier liggen nog wat takken op de grond van die boom. Jammer, kan gebeuren. Dus we gaan nu proberen naar de ingang te gaan. Daar ook nog wat. Nee, dat hoeft niet. Nee. Dus hier zie ik ook nog wat stukjes van mijn school. Maar ja, van vroeger. Ik ga nu nog heel even wachten op iemand. En dan gaan we nog zien wat we nog gaan doen vandaag. Een messengerbericht gehad, dus dat nog even kan duren. Dus we kunnen wel nog de ingang gaan filmen. Van mijn wonderwijs, of vroeger heette dat gewoon onderwijs, maar nu zit er een weken voor wonderwijs. Ja, dat de school toch een naam heeft en niet gewoon onderwijs. Dan, ik ga u dan laten de inkom laten zien, ook de ingang van de school. Hoe schoon dat die school is. Ik ben er ook één keer een kliniek plannend. Ik heb iets aan mijn nek gehad, dus een zenuwspier gekneld in mijn nek. En ja, dat deed serieus pijn. Voilà. Ik ben nu op de straat waar ook de kinderen en al worden afgezet. Dit is wel raar. Kom maar binnen op onze school. Maar na Center Park zoek dat niet meer. Dat is zo slim ben ik wel geworden. Dus dan zie je hier ook weer al de gebouwtjes. Ik ga dus een hele rondtour doen. Want je kunt er helemaal rond geraken. Oh, en hier stoppen ook dus de schoolbussen. Voor de kinderen dus af te zetten. Het vuilnis staat al buiten. Amai, dat is al school geweest. Nee. Dus wacht hè. Ik ga even nu terug. Kijk, ginder. Zie je die bij? Daar ben ik dus moeten gaan liggen. Vroeger. Toen had ik daar in één keer in de zenuwspier gekneld, dus in mijn nek. Ik heb dus mijn papa is dan terug moeten komen naar hier toe. Ik had dat eigenlijk al gehad om 3 uur naast papa. Ik kan mijn nek niet meer bewegen. Het doet pijn. Ik weet het, dat doet zeer veel pijn. En toen de school begon, niks, ik kon mijn nek terug bewegen en al. Ook ja, dat ook nog. Dus wij waren half weg naar het ziekenhuis toe. En ik kon mijn nek terug perfect bewegen. Kom ik hier naar school toe.
Yippee-ki-yay. Ik ben blij dat ik naar school kan gaan. Ging ik daar terug liggen van de pijn. En dat deed echt ontzettend pijn. Toen hebben ze foto's genomen. Ben ik ook onder een scanner moeten gaan. Allemaal niet leuk als je zo jong bent. En ja, en blijkbaar dat ik een zenuwspier gekneld had in mijn nek. Dus een paar dagen rust en ik kon mijn nek terug bewegen. Dus ik kan mijn nek terug bewegen. Ik kan hem al niet te fel doen. Want daar hebben ze op gewaarschuwd. Als je te veel onverwachte bewegingen gaat doen, kan opnieuw veroorzaken. En dan hebben we hier ook nog een hele schone standbeeld van de Wonderwijs. Je moet denken, hier heb ik dus jaren gezeten. Weet je dat ik zelfs niet had geweend toen ik voor het eerst keer naar school ging? Ik heb niet geweend. Ik heb echt niet geweend. Dus. Dan komen we terug aan de Appenakerstraat. Nee, dat kan niet. Dat is een andere straat waar wij nu op zijn. En hier staat nergens een straatnaam. Strange. Ik woon in Alleke en ik ken deze straat hier niet. Goed bezig, Dimi. Goed bezig. Dus, dan zitten we al aan de andere inkom. Voilà. Hier zie je weer al een andere kant. Die poort stond daar vroeger niet. En ziet, hier staat nu ook wat de ingang aan de andere kant is. Ja. Maar we wonen hier wel rustig. We hebben in totaal een Wonderwijs. Dan nog het Laantje. En we hebben nog maar twee basisscholen. Heel dicht bij elkaar. Vroeger hadden we er drie. Het probleem was, het raakte nooit hier vol. En op het nieuws zagen we daar eens keer, ja. Andere scholen moet je met wachtlijsten werken. Ja, dat kan gebeuren. Dus, maar ja, dan hebben jullie ook eens gezien waar ik ook naar school ging. Wel niet de binnenkant. Ik ga dat sowieso vragen als we dat ook eens kunnen doen in een redelijk hoge vlog al nummer. Dus dat ik ook wat bekender ben. Ik hoop dat dat gaat lukken. Dus, ik zie jullie allemaal later. Hier is het petjes nieuws. Ik word hier ook gefilmd. Ik word twee keer gefilmd nu. Hallo, hallo. Dit is de Piggy Bitty Show. Wat een vermoeiende dag al. Ik ben nog altijd aan het wachten op iemand. Maar daar, blijkbaar dat haar opa en haar oma. Dus ja, dat is een meisje waar ik op aan het wachten ben. Nog bij haar thuis zijn. Dus ik moet nog even geduld hebben. En ik heb ook geduld. Ik ben nu al ongeveer, eens even heel snel kijken. Want we hebben toch ook al redelijk wat gechat. Bijna 2 uur te wachten. Ja, bijna 2 uur te wachten. Maar daar heb ik het allemaal voor over. En ik wens via deze weg, ja, ik heb het net vernomen ook via Facebook, om 8:30 of om 8:00, ik ga heel snel nog eens kijken. Dan moet ik even gaan zoeken. Okay. Ik ga het heel anders doen. Music. Die krijgen dus een andere, die krijgen dus een jongere zender bij. Ik moet het opnieuw zoeken. Ja, ziet, ik ga nu juist weer in de lommen te zitten en dan gaat de zon weer al weg. Geweldig. Voilà, ik heb Q-Music ingegeven. En ik vind de pagina niet meer. Lol. Nee, terug. Wacht, hè.
Ik kan zijn dat ik het heb. Of niet. En hier is dus weer al slechte internet. Maar één blokje. Vind ik wel jammer. Dan moeten we altijd zo lang wachten. Hè. Dus om 8:30 s'avonds. Dus op die zondag waar ik mijn vlog aan het maken was. Is de nieuwe start gegaan van een nieuwe tv-zender. Q2. Wij hebben wij hier in België moeten afscheid nemen van 2B. Dus 2B verdwijnt en komt in de plaats Q2. Dat is dus een jongere zender die door Q-Music wordt gemaakt hier in België. En ik hoop dat het iets wordt, want het gaat echt heel mooi worden. Dus ze gaan ook een lancering doen op de strand van Oostende. Dus 5:00 startfeestje, optreden, cookies en cream. Om 6:00, om 7:30 DJ set Maarten van Quali. En dan om 8:30 countdown plus start Q2. Dus je hebt de countdown dat de Q Beach House gedaan is. En dan om 8:40 dubbel aflevering Quantico op groot scherm op strand. Op het strand. En om 11:00, jammer genoeg, is het gedaan. Ja. Ja, je ziet dat ik anders eraan ben. Ik ben nog met Sarah dus in de kermis geweest. Elke kermis. Maar ja, ik ben nu terug thuis. En ik weet nog niet als ik een gaming movie ga opnemen, ja of nee. Dat gaan we straks dan nog wel zien. Maar ja, dit is nog geen afsluiter van de dag. Er kan nog van alles gebeuren en al. Nu dat mijn ouders ook weg zijn, ga ik je ook nog iets laten zien. En dat is een omzoven buren. YouTube, het komt niet door mij dat ik copyright nu schend, hè? Dat is door hem, hè? Ah, Tiger! Ja. Ten, ten. Ten, ten, ten. Kijk, oh. Dat is echt goede oorburen, hè? Wil ik u nog iets laten zien? Wat ik ook een haar heb laten zien. Even de wijertje aan de kant zetten. Kijk eens hier. Dit zijn mijn alle gewone bekers van de bowling. Dus goed. Behalve die groene. Dat is van Isoverved 13. Dat is een attractie in Engeland. De Alton Towers. En wij waren daar toen het pas open ging. Wij zijn daar ook eerst naartoe geweest toen daar nog de Corkscrew was. Toen was daar Is the Final Countdown! Liedje. Ja, liedje. En wij hebben dus letterlijk met Holocaust of Francis ook de laatste trip genomen. En ik ga nu eens roken zoiets. Sorry daarvoor, maar ik film dat niet als ik rook. Ja, hebben ze daar een scharing gezet in de Corkscrew, dus, en die moest dan weg. En in de plaats kwam dan de 13. En nu is het weer een paar jaar geleden dat ik naar een attractiepark ben gegaan. Ook niet naar Bobby Garland en al. Dus, dat is allemaal ook dichtbij. Maar het kan zijn dat we nog deze jaar nog naar Bobby Garland gaan. Dat we daar ook nog een vlog van over maken. Ik ga daar ook dan on-ride filmpjes van maken via mijn GoPro dan. Want die kan ik dan monteren op de attractie zelf. Ik hoop dat het hem dan filmt. Want ik ga hem toch eens één keer binnen doen. Omwille van, als ik dit doe. Je ziet, ik schud het even nu. Dan springt hem weer al uit en aan. En ofwel maakt hij een foto. Oftewel begint hem met filmen. Oftewel begint hem weer al te stoppen met filmen. Noem maar op. En dat is ook niet de bedoeling. Allee. Ik ga nu nog gezellig naar familie kijken. Op VTM.
En ja, vandaag wordt het ook veranderd, to be naar Q2. Allemaal veranderingen hè, vanaf dus het nieuws. Ik ga zelfs ook met Jessica Kondensrijk Sora spelen. Ik ga even mijn headset afzetten. Of nee, ik ga toch mijn headset opzetten. Nee. Voilà. Ik ga dus zelfs nogmaals Kondensrijk Sora spelen. Dus, en hierbij eindig ik dus de vlog van zondag, de 28e augustus. Ik hoop dat jullie het er hebben van genoten. Gegarandeerd een likes kan achterlaten, dus een blauw duimpje omhoog. En vergeet zeker niet te abonneren. Vanaf de 200 abonnees geef ik 7 Steam games weg. En een kaart van 25 euro. Oftewel op iTunes, oftewel op Google Play Store. Dus subscribe zeker. En binnenkort komt er een video dan online. Wat je juist moet doen voor die 7 games te winnen en die 25 euro playcard of iTunes card. Dus veel succes en dus subscribe. Ciao!